Welkom iedereen in de studio. We hebben zojuist gekeken naar een kleine impressie van Op een bedje van troost. Dat is een installatie voor iedereen vanaf 7 jaar, voor de hele familie, over afscheid, verdriet, troost. En deze installatie is lange tijd niet open kunnen gaan door corona. En daarom hebben we besloten om daar 4 gesprekken rond te organiseren. En vandaag is het 2e gesprek. Ik ben Hanneke Pauwe, ik ben de maker van de installatie en ik ga nu hier iedereen welkom heten. Welkom Manu Kersen, welkom Maaike Buys. Manu is klinisch psycholoog, u bent ook dokter in geneeskunde en u bent auteur van diverse bestsellers. Ja. Welkom. Ja, en naast mij zit Maaike Buys. Maaike, wij kennen elkaar al een tijdje. Maaike is fotografe. Ze heeft van heel veel voorstellingen van mij foto's gemaakt. Ook van het bedje van troost heeft ze prachtige foto's gemaakt. Ook voor de Doe-filmpjes. Maaike is ook therapeute en Maaike is ook ervaringsdeskundige. In de zin, Maaike is moeder van 3 kinderen. En Niels heeft ze op 6-jarige leeftijd verloren, moeten afgeven door een tragische situatie. Voilà, welkom. Maaike, ik geef jou het woord. Mm-hmm. Ja, ik wou nu even zeggen dat ik het wel heel boeiend vind om nu samen hier aan tafel te zitten en over rouw te spreken. Mm. In het jaar dat mijn oudste zoon overleden is, zat ik in het ziekenhuis en volgde ik een opleiding aan de KU Leuven. En heb ik ook heel veel troost gehad aan uw woorden over rouw en hebben mij heel erg gesteund. Dus het is voor mij een hele eer. Oké. Manu, kun jij eens een beetje vertellen over de verschillende vormen van verlies? Wat dat voor een kind kan zijn? Wel, als men denkt aan rouw, dan denkt men aan het sterven. Maar het is eigenlijk veel breder dan dat. Elke vorm, alles wat je dierbaar is, wat je verliest, waar je afscheid moet van nemen, luidt een rouwproces in. Het sterven van een dierbaar iemand. En waar je naar kinderen kijkt, kinderen worden vooral geconfronteerd met het sterven van grootouders bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het sterven van een dierbaar iemand, maar ook het verlies van gezondheid. Moeten leven met een beperking. Ouders die hun werk verliezen, dat creëert een heel grote onzekerheid bij kinderen en een heel grote onveiligheid. Het verlies van een verwachting. Het verlies van sfeer, het verlies van perspectief, een echtscheiding. Het zijn allemaal verlieservaringen die kinderen meemaken. Men denkt vaak dat de kindertijd het koninkrijk is waar niemand sterft. Maar kinderen worden daar heel veel mee geconfronteerd. Kinderen die 12 jaar oud zijn, hebben al meerdere duizenden sterfgevallen gezien op de televisie. Dat gebeurt op 3 meter voor hun neus in de woonkamer. Mm-hmm. Ja, ja. Dus we moeten het niet alleen maar associëren met dood en rouw, nee. Maar het is heel breed. Ja. Zelfs verhuizen. Nee, ik weet, toen ik verhuisd ben naar het huis waar we nu wonen, waren mijn kinderen 3 en 5 jaar oud. En mijn zoon zei van 5 jaar, papa, moet nog eens naar ons ander huis in Erend rijden, want nu zal dat huis wel wenen, omdat wij er niet meer zijn. Oh. En het was in het voorjaar en de dooddruppels gingen aan de dakgoot en aan de ramen. En zei, kijk eens papa, hoe erg het aan het wenen is. Oh. En we reden daar regelmatig terug langs. Moesten daarvoor 15 kilometer omrijden. Ja. En toen het zomer was en we terug weer passeerden, stonden 2 auto's op de oprit en tangden geen dooddruppels meer aan de hoot omdat het zomer was. Ja, papa, nu moeten we niet meer komen, want nu is het huis terug blij, want er zijn terug mensen om ervoor te zorgen. Oh. Zo, maar dat symboliseert het verdriet van een kind van het achterlaten van een vertrouwde woning. Ja, ja. Ja, wat een prachtig verhaal. Ja, ja. Er zijn een aantal mythes. Ga jij? Ja, er zijn er een heel aantal. Heb je voor jezelf ergens de belangrijkste? Wat je zegt, dat is de grootste mythe waar we vanaf moeten geraken. Iets dat een belangrijke mythe is, kinderen zijn te jong om verlies te ervaren. En mensen willen kinderen daarvoor beschermen. Mm. En mijn boodschap is van mensen, je moet kinderen betrekken. Want als je kinderen beschermen, is kinderen in eenzaamheid achterlaten.
met een verdriet. Want kinderen zijn op zeer jonge leeftijd in staat om verdriet te ervaren. En men stelt vaak de vraag van, vanaf welke leeftijd kunnen kinderen verdriet ervaren? Maar kinderen kunnen verdriet en verlies ervaren vanaf de leeftijd waarop ze in staat zijn om ouders als vaste personen op te merken. Mm-hmm. Dus op de leeftijd van enkele maanden zie je een kind glimlachen naar ouders of zich afkeren van iemand die vreemd en onbekend is. Mm-hmm. Vanaf dat moment kunnen kinderen verlies ervaren. Maar kinderen weten dat natuurlijk nog niet. Maar men ziet bijvoorbeeld, mama is verdrietig. En je ziet dat het huilgedrag, het slaapgedrag en het eetgedrag van kinderen verandering ondergaat. Kinderen voelen, door het feit dat mama verdrietig is, heeft ze misschien wat minder geduld. Dat gelaat ziet er anders uit. Haar beweging zijn wat goedkeuriger. En men ziet verandering in het gedrag van kinderen. Mm-hmm. Dus kinderen zijn zeer jong in staat. En men vraagt me ook, vanaf wanneer moet je dan aan kinderen zoiets uitleggen? Van het moment dat je kan praten met kinderen, moet je kinderen uitleg geven. Ook al zijn kinderen nog niet in staat om het te verstaan. En ik maak daar de vergelijking met kinderen leren lopen. Kinderen beginnen hun eerste stapjes te zetten op de leeftijd tussen 1 en 1,5 jaar. Maar kinderen kunnen dat maar omdat ouders die regelmatig op hun beentjes hebben gezet. Want die spieren moeten geoefend zijn. Je moet dus lang aan leren lopen denken voordat kinderen dat kunnen. Want die spieren moeten op voorhand geoefend zijn. Daarom legt men een kind ook in een perkje op een bepaald moment dat het zich kan optrekken aan die stijlen en kan rechtstaan. En dat is nodig om je eerste stapjes te kunnen zetten. Want zo moet men ook, lang voordat kinderen kunnen verstaan, kinderen uitleg geven over wat er gebeurt. Zodat kinderen daar ook mee opgroeien. En pas op, het is heel opvallend hoe kinderen daarmee bezig zijn. Een heel frappant voorbeeld. Mijn jongste kleindochter was 5 jaar oud. Ze komt op een zondagmorgen bij ons thuis toe. Ik ben in mijn bureau bezig, doet die deur van mijn bureau dicht. Zegt ze, opa, ik moet eens iets met u bespreken. 5 jaar oud. Mijn mama heeft gezegd dat jij alles weet over de dood. Elk kindje heeft 2 opa's. Ik zeg, ja, Liesje, ik heb ook 2 opa's, maar opa Louis is dood. Want die is in zijn bord gevallen. De schoonvader van mijn dochter heeft ooit een infarct gedaan terwijl ze aan tafel zat. Die is zo voorover gezakt in zijn bord. Opa Louis is dood, want die is in zijn bord gevallen. Opa, heb je mijn opa Louis gekend? Ik zeg ja. Kunt je mij dan vertellen over opa Louis? Dan leer ik die ook kennen. Dan heb ik ook 2 opa's. Ja. Ik zeg aan Liesje, ik zal je alles vertellen wat ik over opa Louis weet. Maar wie daar veel meer over kan vertellen dan ik, dat is uw papa. Want opa Louis was de papa van uw papa. Ja. Dat weet ik wel, opa. Maar mijn papa weet niet over de dood. Kind van 5 jaar oud. Kinderen zijn met deze problematiek bezig. En kinderen hebben recht op informatie. En het is dus heel erg belangrijk. En het is bijvoorbeeld grootouderdag geweest op school. Mm-hmm. En sommige kinderen hebben 4 grootouders. En anderen hebben er maar 3 of maar 2. Kinderen stellen daar vragen over. Mm-hmm. Ja, want is het ook niet zo, als je kinderen niet voldoende informatie geeft... Een kind heeft, dat hebben wij als volwassenen al toch een beetje verloren, maar een grote capaciteit tot fantaseren. Ja. Van zodra je een kind niet vertelt wat de realiteit is, dan kan een kind natuurlijk ook van alles gaan verzinnen. Pas op, en die fantasie is vaak erger dan die realiteit. Hè? Ik denk aan 3 kinderen, waren onder elkaar bezig. Opa was ernstig ziek en zou sterven door euthanasie. Men heeft aan de kinderen gezegd, de dokter gaat opa helpen. Opa heeft heel veel pijn en de dokter gaat opa helpen om te sterven. En de kinderen hebben opa niet meer gezien. Opa is gestorven. En de kinderen zijn aan elkaar bezig. Wat zou die dokter gedaan hebben? Zou die met een broodmes opa zijn hoofd afgesneden hebben? Hey, hey. Of zou die dat met een hamer gedaan hebben? En dan denk ik, mijn boodschap is, laat kinderen daarbij aanwezig zijn. Want zo'n moment van euthanasie zelfs, dat is een heel rustige, menswaardige wijze van sterven. Kinderen kunnen dat best, voor mij moet op voorhand uitleggen aan kinderen hoe dat zal gebeuren. Ik denk aan een vader van 36, twee kinderen, die ALS heeft. Die man...
had euthanasie gevraagd. Die geleidelijk aan verlamde alles. Ja. Je weet dat je van ALS doodgaat. Maar die man zei, ik wil niet doodgaan door verstikking. Ja. Hij was al verlamd, hij werd al met een zondige voet. Ik kan moeilijk nog spreken. Mm-hmm. Maar de volgende stap was dat hij zou stikken. En, zo. En de ouders zeiden, we gaan de kinderen een week bij de grootouders brengen. En in die week zal dat gebeuren. Ja. Ik zei, nee, je moet de kinderen op voorhand vertellen. Ja. Ja, maar ze durfden dat niet zeggen. Ja. Wil jij dat dan doen? Ik zei, ja, ik wil dat doen, maar in jullie woonkamer... In jullie aanwezigheid wil ik aan de kinderen vertellen. Ik heb toen aan de kinderen verteld, jullie weten al heel lang dat papa met die ziekte niet kan blijven leven. Mm-hmm. Dat papa van die ziekte zal doodgaan. En jullie hebben gezien hoe papa geleidelijk aan verlamd, hoe papa geleidelijk aan niks meer kan. Jullie hebben ook al een paar keer meegemaakt dat het beademingsapparaat, dat papa helpt om te ademen, dat dat defect was. En hoe dat papa dan verschrikkelijk naar adem moet snakken. Dat was heel beangstigend voor papa. En ook voor jullie ook. Papa wil niet op die manier doodgaan. Want op een bepaald moment zal het apparaat niet meer helpen om papa te laten ademen. Dan gaat hij de hele tijd zo dreigend te stikken. En papa wil jullie die angst besparen en zichzelf ook die pijn besparen. Daarom heeft papa gevraagd om, voordat dat gebeurt, dat de dokter hem zou helpen om te sterven. En de dokter is daarmee akkoord. Papa wil niet zomaar doodgaan, maar papa kan niet blijven leven. Mm-hmm. Papa zou het liefst zijn voor jullie, wat hij jullie graag ziet. Mm-hmm. Maar papa kan niet blijven leven. Ja. En de dokter gaat papa helpen om te sterven. En dat gebeurt met 2 spuitjes in zijn arm. Eerst gaat de dokter hem een spuitje geven, waardoor zijn spieren niet meer verkrampen, dat hem geen pijn heeft. Mm-hmm. En dat hij een tweede spuitje heeft, dat spuitje doet het hart stilvallen. En is papa dood. Ja. En nu mogen jullie daar alle vragen over stellen die jullie daarover hebben. Mm-hmm. Ik zal proberen op al jullie vragen te antwoorden. Ja. En de eerste vraag die dat jongste meisje stelde is... Wat voelt papa dan als hij dood is? Ik zei, dan voelt papa niks meer. Want voor papa is alle ellende en alle pijn dan voorbij. Ja. Maar jullie kunnen dan heel veel verdriet voelen. Ja. En als jullie willen, mogen jullie daar ook bij aanwezig zijn. De kinderen zijn aanwezig geweest bij die euthanasie... En die mama zei achteraf, het is zo rustig en zo sereen allemaal verlopen. Zonder uw advies zouden wij overal tegenovergestelde gedaan hebben. Ja. Maar voor de kinderen was dat zo eenvoudig en zo duidelijk. Ja. Terwijl, u heeft dat heel plastisch verteld ook aan de kinderen, waardoor het ook echt al binnenkomt, denk ik. Heel veel ouders hebben zoiets van, ja, we moeten kinderen beschermen. Ja. We moeten ze niet te snel... op te jonge leeftijd confronteren met dood, verlies, euthanasie, zelfmoord. En u zegt eigenlijk, een kind beschermen, dat is niet goed. Dat is een kind in eenzaamheid achterlaten. En pas op, men probeert het heel vaak. Hè. Ik was in een school in Vlaams-Brabant ooit gaan spreken over... kinderen en verlies. Ja. En ik had daar ook mijn pleidooi gaan van... je moet kinderen correcte informatie geven. Ja. Een jaar later deed zich daar een zeer zwaar gezinsdrama voor. Een vrouw kreeg een berichtje van haar man... dat hij de echtscheiding had aangevraagd. En stuurde een sms-berichtje terug. Je moet niet denken dat je de kinderen van mij zult afnemen. Ik zal er wel voor zorgen dat dat niet gebeurt. En ze sluit de 3 kinderen op in het tuinhuisje... en ze steekt dat tuinhuisje in brand. Die 3 kinderen zijn dus levend verbrand. De school waar die kinderen naartoe gingen, goed opgeleid van je moet kinderen de waarheid vertellen, zet zich samen om te kijken van hoe gaan we dit aan de kinderen op de school vertellen. Ja. Men spreekt af dat men aan de kinderen zal vertellen dat er in de tuin van die mensen een grote brand is uitgebroken, in de buurt van het tuinhuisje, dat die kinderen aan het spelen waren daar in het tuinhuisje en daar rond, dat er een grote kans is dat alle 3 die kinderen verbrand zijn en misschien wel dood. Dat is de versie die men aan de kinderen vertelt. Mm-hmm. Mm-hmm. Op de speelplaats zeggen de kinderen tegen elkaar... onze juffen zijn dikke leugenaars. Dat is niet waar. Die mama heeft haar kindjes in de fik gestoken. De kinderen waren onder elkaar heel druk daarover bezig... maar ze konden bij hun leraars niet meer terecht... want die hadden niets wijsgemaakt. Ja, ja, ja. En de kinderen waren onder elkaar daarmee bezig. Ja. En men denkt vaak... zo'n waarheid, dat is te verschrikkelijk voor kinderen. Nee, kinderen fantaseren daarover... als je de waarheid niet vertelt. Mm-hmm. En ik moet zeggen, ik heb heel veel geleerd
van de huisarts van mijn kinderjaren. Toen ik zelf 6 jaar oud was, ja, is in mijn straat een jongetje van 4 door een vrachtwagen overreden. Ja. En we gingen s'avonds met de 4 oudste kinderen, tussen 7 en 3 jaar oud, een laatste groet brengen aan het overleden kind. Ja. Ik zie dat nog voor ogen alsof dat gisteren was. Het is meer dan 65 jaar geleden. Maar ik zie nog altijd dat jongetje liggen tussen die witte lakens in die voorkamer van die woning. Enkel een handje van het kind konden wij boven de lakens zien. Het hoofd was 1 grote bol, wit verband, want het hoofd was verpletterd onder de wielen van die vrachtwagen. Mm-hmm. Ik zie die ouders al staan huilen naast dat bed. Ik herinner me die avonden, mijn kinderjaren, als een avond waarop wij veel langer mochten opblijven dan normaal. Een avond waarop wij een intens gesprek hadden met onze ouders. En een avond waarop wij midden in de week een tas warme chocolademelk kregen. Iets wat in die tijd in een gezin met 11 kinderen enkel op grote feesten gebeurde. Ja. Ik heb daar geen afschrikwekkend beeld aan overgehouden. Mm-hmm. Toen ik jaren later aan het sterfbed van mijn moeder zat, die op 63-jarige leeftijd aan kanker is gestorven, zei ze op een bepaald moment: goed dat jij psychologie gestudeerd hebt, dat wij zo rustig en zo eerlijk over alles wat ik hier meemaak met elkaar kunnen praten. Ik zei: mama, denk je dat ze dat leren in de psychologie? Waar heb jij dat dan geleerd, zei ze. Ik zei: ik denk hier thuis. En ik vertelde haar hoe ik me herinnerde dat wij een groet gingen gaan brengen aan dat jongetje van 4 jaar dat verongelukt was. Ja. En zei: de huisarts was die avond bij alle gezinnen met kinderen langs gekomen en had gezegd: dan met je kinderen afscheid nemen, want het is voor die kinderen moeten morgen door diezelfde straat terug naar school. En hoe die kinderen dat verstaan als ze dat niet hebben gezien? Ja. En denk eens na wat jij met je kinderen doet als je thuis een warme sfeer wilt creëren. Mm-hmm. Mooie boodschap. Wat doe je als je een warme sfeer wilt creëren? Ja. Mijn moeder zei: pannenkoeken bakken en warme chocolade maken. Voor pannenkoeken heb je geen tijd, zei de huisarts. Geef ze een tas warme chocolademelk en neem al je tijd om naar je kinderen te luisteren. Ja. De boodschap van de huisarts 65 jaar geleden. Wie zou er vandaag nog met 4 kinderen tussen 3 en 7 een groet gaan brengen aan een kind van 4 waarvan het hoofd verbrijzeld is onder de wielen van een vrachtwagen? Mm. Maar die huisarts raadt dit aan. Ja. Ik ben hem na al die jaren nog altijd dankbaar voor. Ja, ja. Maaike, hoe is dat bij Niels gebeurd? Hebben de kinderen van de klas afscheid kunnen nemen van Niels? Of heb jij kinderen in je familie of je netwerk die afscheid hebben kunnen nemen van Niels op een bepaalde manier? Het lastige was dat hij op intensieve zorg is beland en eigenlijk 3 weken in coma heeft gelegen. Dus wij hadden wel de hoop dat hij eruit zou komen. We waren dan in afwachting van een nieuw hart, dus voor een harttransplantatie. Maar er waren dan te veel complicaties, waardoor dat wij zelf ook nog niet in die afscheidsfase zaten. Mm-hmm. Dus dan is het van de ene andere, een dag op de andere ook gewoon gebeurd. Ja. Wat we wel gedaan hebben, is samen met de klas. Er is een boom geplant op de speelplaats, samen met alle kinderen. Ja. Er is een hoekje gemaakt, dat is dan het rusthoekje van de school. Ja. En elk jaar opnieuw ga ik terug, samen met mijn dochter en mijn jongste zoon, gaan we dan naar de klas en dan eten we samen een ijsje. Oh, en dat is dan het regenboogijsje dat we eten. Maar ik, jullie, toen hij op de intensieve zorg was, mochten jullie dat constant bij? Of was dat zo een paar keer? Nee, dat was 2 uur. Nee, 2 keer een uur op een dag. Mijn dochter mocht daar dan eigenlijk ook niet bij, want zij was jonger dan 12. Ja, ja. Dat is voor haar nog altijd zeer, zeer erg. Want dat is ook iets waar de medische wereld volgens mij in gebreken blijft. Hè. Ik zie niet in waarom men op een intensieve afdeling de ouders daar niet constant kan bijlaten als ze dat willen. Ja. En waarom kinderen daar ook niet bij zouden mogen. Hè. Mm-hmm. Ja, achteraf stelt je ook die vragen. Op zo'n momenten zit je natuurlijk helemaal in die... Je kunt daar niet tegen vechten op dat moment, want je bent aan het vechten voor het leven van je kind. Hè, en je bent overmand. Hè. Maar daarin is de geneeskunde, blijft ze in vertraging. Hè. Ja. Ja. Nu, wat ik wel heb geprobeerd, is dan aan de hand van foto's en filmpjes, want ik filmde dan ook mijn zoon op intensieve zorgen, om die dan aan mijn dochter te laten zien. Ja, ja. Om haar toch op die manier haar wel erbij te betrekken. Ja. Dat is wel heel erg belangrijk. Want ik denk altijd zo, als ik in het ziekenhuis begon te werken, in een tijd, zo lang geleden, heb ik gewoon de eerste 4 weken rondgewandeld en gekeken.
en mensen gevolgd. Mm-hmm. Want ik wilde het ziekenhuis zien door de blik van de mensen die ertoe kwamen. Ik ging 's morgens vroeg aan de deur van het ziekenhuis staan en ik volgde de mensen die binnenkwamen en ik keek wat er gebeurde. Ja. Want ik kwam daar om patiëntenbegeleiding uit te bouwen en ik wilde weten wat ervaren mensen die hier binnenkomen. En ik ging ook op een bepaald moment in de wachtkamer van de intensieve zorgen zitten. En ja, dat was dan zo, toen was dat in de tijd 3x15 minuten per dag bezoek voor de meest naaste familieleden. En die zaten allemaal in die wachtzaal. En als die deur openging, als dat moment begon, stormde iedereen naar binnen, want ze hadden maar 15 minuten. Oh, ja, ja. En kinderen mochten niet binnen. Er zat een meisje van een jaar of 6 in de wachtkamer alleen achter. En ik vroeg haar, ik zeg, wat kom je hier doen? Ah, mijn oma ligt daar binnen. En ik zeg, en wat scheelt er met die oma? Mijn oma is heel erg ziek. Ja. Ik zeg, heel erg ziek, weet je wat dat is? Nee, mama zegt daar niet zoveel over. Maar als mama buiten komt, dan heeft ze altijd geweend. Hmm. Ik zeg, weet je helemaal niet wat er met oma aan de hand is? Mama zegt dat oma daar onder de machines ligt. Ja. Ik zeg, en onder de machines liggen? Weet je wat dat is? Ja, ja, want we hebben thuis een pikdorser. De beleving die een kind maakt, van wat er gebeurt. En ik denk, waarom neem je een kind ja. niet mee naar binnen? Ja. En leg aan een kind uit wat er aan de hand is. Ja. En leg dat op voorhand uit. Hè. Ja, ja, maar ja, het is ook zo, je bent als moeder ook helemaal... Allee, je bent daar niet op voorbereid. Hè. De maatschappij is daar niet op voorbereid. Het leeft daar vanuit die visie ook niet van met rouw om te gaan. En ja. Ik heb daar zelf ook echt wel fouten in gemaakt, denk ik. Ja, ja. Ja. Dat, achteraf kun je dat zien, maar op zo'n moment overleef je zelf ook en ben je heel onhandig in alles daarin. Ja. Ja. De maatschappij is niet voorbereid. De medische wereld is niet voorbereid om dat op een... Die grote technologie die mogelijk is in de geneeskunde, om dat in mensentaal aan mensen te gaan uitleggen. En zeker niet aan kinderen. Als ik voor een zaal met artsen sta, begin ik vaak met de vraag, dokters, ik wil jullie eerst even een vraag stellen. Hebben jullie ooit in jullie opleiding van iemand gehoord? Of weten jullie vanuit jullie leven dat er in onze samenleving ook kinderen bestaan? Daar kijken ze allemaal heel verrast op. Mm-hmm. Ik zeg, want welke geriater, welke kankerspecialist denkt eraan als hij een diagnose stelt bij een van zijn patiënten van te zeggen, kom morgen met uw kinderen en uw kleinkinderen, dat ik ook aan hen kan uitleggen wat er aan de hand is. Ja. Jullie vinden het al zo moeilijk om uitleg te geven aan volwassen mensen over wat er aan de hand is. Maar jullie verwachten dat die mensen, ontredderd door wat hen overkomt, in staat zijn om dat aan hun kinderen uit te leggen. Mm-hmm. En die kinderen leven in dat gezin. Ja. Die kinderen zien ontredderde ouders of grootouders thuiskomen en die kinderen stellen zich daar vragen over. En die kinderen zeggen, wat hebben ze daar gedaan? Mijn papa of mijn opa in het ziekenhuis. En je creëert bij kinderen een negatief beeld over de geneeskunde door er niet uit te leggen waar het hem eigenlijk over gaat. Ja. Kinderen moeten correcte uitleg krijgen vanaf het begin. Ja, oké. Okay. Ik zou een beetje terug willen gaan naar niet zozeer de artsen, maar als wel de ouders en de families die te maken zouden kunnen krijgen met het overlijden van iemand. U schrijft in uw boek van een kind kan eigenlijk goed door rouw en verlies heen komen als het tegemoet gekomen wordt aan een aantal behoeftes. Ja, ja. Het zijn eigenlijk zo een aantal handvaten die ouders van u kunnen krijgen om kinderen daarbij te helpen. Zullen we het daar eens over hebben? Ja, ja, de eerste behoefte is eigenlijk de pijn van het verlies onder ogen te zien. Ja. Eigenlijk is er nog één voor. Er is nog één voor. Er is nog één voor en dat is het onder ogen zien van de realiteit. Ja. Ja. Je moet eigenlijk die realiteit beseffen waarover het hem gaat. En dat is niet zo gemakkelijk. Het kan een hele tijd duren voor die werkelijkheid ten volle doordringt. Ja. En dat is niet omdat je iets uitlegt dat het ook al werkelijkheid is. Je ziet dat ook bij volwassenen. Een vrouw zei, ik kwam het ouderlijk huis binnen en ik zag mijn moeder daar zitten op haar bank naast het vensterraam. Haar moeder was al 4 weken begraven, maar ze zag ze daar terug zitten. Ja, ja. Ouders horen hun kind nog huilen, ook al is het gestorven. Ja. Het is dus niet omdat je die realiteit verteld hebt,
dat die ook is doorgedrongen. Ja. En er zit bij mensen, als het ware, ook als je kind sterft, zit als het ware iets in jezelf van, je wil eigenlijk niet accepteren dat het kind dood is, dood blijft en altijd zal dood blijven. Ja. Ik vind het heel frappant. Een kind sterft op de dag van de eerste communie. Ja. Die moeder zegt, ik ben na tientallen keren naar die kamer gegaan. Want dat kan toch niet dat mijn kind nu weg is voor altijd. Ja. Tientallen keren naar die kamer gegaan in de hoop van mijn kind daar terug te vinden. Ja. Een ouderpaar wordt door een therapeut uit Antwerpen, zegt die mensen een kindje van 3 jaar oud. En dat kind is in een ongeval omgekomen. Die ouders, die moeder, baat een winkel uit voor kleding voor kleine kinderen. Dus die wordt elke dag geconfronteerd met ouders die met kleine kinderen komen om daar kleedjes te kopen, maar haar eigen kind is dood. Die moeder kan daar niet over. Kan je die moeder eens ontvangen? Ik geef een afspraak, het is nogal dringend, zeggen ze. Ik zeg, de volgende dag, die moeder komt bij mij binnen, bijna vrolijk. Ik denk, oei, wat heb ik hiervoor? Die moeder gaat kapot van verdriet, maar ze komt hier bijna vrolijk bij mij binnen. Ja. Zet zich neer en ze ademt opgelucht adem. En ik kijk naar haar, ik ben wat verrast. Ik zeg, mevrouw, vertel eens. En ze kijkt naar mij. En ze zegt, ja, jij zult dat ook niet kunnen, hè? Ik zeg, hoe, wat zal ik niet kunnen? Ja. Ik ben eigenlijk naar hier gekomen van, dat is de meneer die alles weet over het sterven van kinderen. Die gaat een schuif opentrekken in zijn bureau. Mijn dochtertje daaruit halen. Dan mijn armen geven. Ik ga met een levend dochtertje terug naar huis. Ik zei, nee, ik kan dat ook niet. Mm. Dus, die werkelijkheid onder ogen zien, dat kan dus een hele tijd duren. Ja. En je meent die overledene nog te zien en te horen in het begin. Ja. Men moet dus, hoe kan men daarbij helpen? Door goede uitleg te geven. Mm-hmm. En die uitleg moet meerdere keren worden herhaald. Ja, ja. Want het is niet zowel aan volwassenen als aan kinderen. Ja. Door hen hun verhaal te laten vertellen. Mm-hmm. Volwassenen en kinderen moeten meerdere keren dat verhaal kunnen vertellen. Je mag niet zeggen, je hebt het al eens gezegd. Nee. Ja. Ja. Door het aan meerdere keren te vertellen, dat is zoals de stukjes van een puzzel die je vastneemt meerdere keren, om op de juiste plaats te leggen. Mm-hmm. Je moet dat meerdere keren kunnen vertellen. En de confrontatie met de werkelijkheid is heel erg belangrijk. Men moet een overledene mogen zien. Ja. In die coronatijd hebben sommige mensen moeten afscheid nemen van een gesloten kist. Ja. Totale nonsens, hè. Men dacht dat de besmetting zou overgebracht worden via het contact met een overledene. Ik heb nog nooit een overledene zien niezen of hoesten, hè. En ja, maar het kan ook op zijn lichaam zitten, zeg maar. Maar als je dat lichaam niet aanraakt, kan je toch niet besmet raken. Ja. Ik heb nog nooit een overledene iemand zien knuffelen of een hand zien reiken. Hè? Ja. Ja, dus men weet veel dingen. Dus die confrontatie met die werkelijkheid is belangrijk. Dat wist die huisarts van mijn kinderjaren al 65 jaar geleden. Ja. Hè? Ja. Dus kinderen ook meenemen naar de uitvaart, naar een dienst. Ja. Pas op, meenemen naar een uitvaart. Zou ik zeggen van, ik ben daar heel sterke voorstander van. Ja. Maar dat moet weer geen dwang worden. Mm-hmm. Als ouders door en door verdrietig zijn, in zo'n hebben ze de aandacht niet voor hun kind van 3 tot 5 jaar om daarvoor te zorgen. Ja. En toch is het belangrijk dat zo'n kind daar mag aanwezig zijn. Maar men moet zorgen dat bijvoorbeeld een kleuterleidster, een kinderoppas, een tante of een nichtje of neef er specifiek is om met dat kind bezig te zijn. Zodat ouders de kans krijgen op hun eigen verdriet. Want ze weten, mijn kind is in goede handen bij iemand. Iemand die met dat kind ook naar buiten kan gaan als die viering te lang duurt. Iemand die uitleg kan geven aan zo'n kind. Ja. Dus een kind moet opgevangen worden daarin. Ja. Ik geef zelfs de boodschap in mijn boek. Als een kind nog jong is, mama sterft, en een kind is nog heel jong, bijvoorbeeld amper een jaar, een kind realiseert zich nog niet, maakt foto's dat je later dat kind kan zien, jij was aanwezig in de uitvaartviering van je mama. Dat is voor een kind heel erg belangrijk. Ja, dat is wel een goede tip inderdaad voor mensen die in de omgeving zijn van iemand die
kinderen heeft en iemand verloren heeft. En het zeer triest is om inderdaad die praktische kant aan te pakken. Ja. En dan kom je aan die... als die werkelijkheid begint door te dringen, dan kom je aan die tweede taak. Ja. Het ervaren van de pijn van het verlies. Ja. Ja. Je kan geen verlies overleven zonder pijn te ervaren. Ja. En alles wat men doet om die pijn weg te duwen, is verlengen van het rouwproces. En telkens men geconfronteerd wordt met iets wat die persoon was, deed of betekende, staat men voor die hevige pijn. Die lege stoel, 's middags aan tafel. Ja. Die zondagavond waarop je anders gezellig samen waart. Ja. De eerste keer kerstmis, nieuwjaar, zonder die andere. Vaderkensdag of moederkensdag. Voor kinderen wiens vader of moeder is gestorven. Mm-hmm. Wat doet men in de school op dat moment? Mm-hmm. Rond vaderkensdag of moederkensdag. Ja, ja. Voor kinderen wiens... En soms heeft men op de school de neiging om dat zelf in te vullen. Maak jij maar iets voor je opa. Nee, men moet dat niet beslissen. Mm-hmm. Kinderen zijn wijs genoeg om dat zelf te beslissen. Je moet aan kinderen dat onderwerp ter sprake brengen. Aan kinderen. Wat wil jij doen? Mm-hmm. Een kind zei, ik wil een bloemetje maken voor mama, want mama moet papa en mama zijn thuis. Ik wil op vaderkensdag ook iets aan mama geven. Kinderen weten precies wat ze willen. Hè? Ja. Of een ander kind zei, ik wil, juf, ik wil een bloemetje tekenen op een heel groot karton. Zo'n blaadje, dat is te klein. Want mijn papa is dood en mijn papa is gecremeerd. En ik moet dat kunnen verbranden in de tuin en die rook moet tot bij mijn papa geraken. Dus kinderen hebben soms heel, heel duidelijk beeld van wat ze eigenlijk willen doen. Ja. En, maar ook het eerste sneeuwklokje in de tuin. Ja. De eerste paasbloem. Ja. De eerste mooie lentedag kunnen in alle hevigheid de pijn van het verlies oproepen. Ja. En die pijn komt naar buiten in pijnscheuten die je overal in je lichaam kunt voelen. Ja. Bij kinderen zit die pijn meestal in hun buik. Ja. Kinderen hebben buikpijn. Mm-hmm. Intellectuelen hebben hoofdpijn. Maar kinderen hebben buikpijn. maar, en dat gaat om hevige pijnscheuten die door merg en been kunnen gaan. Mm-hmm. Kinderen kunnen misschien nog niet zo verwoorden. Volwassenen kunnen dat soms wel. Maar een huisarts, wiens zoontje gestorven was, die kwam terug op zijn werk. En die kon zich niet concentreren. Hij leidde alles op verkeerde plek. En zijn collega zei 's middags tegen hem, Jan, je hebt waarschijnlijk nog een beetje pijn. Nee, zei hij. Ik heb geen pijn. Ik ben pijn. Hmm. Ik heb geen pijn. Ja. Ik ben pijn. En dat drukt iets uit, dat het door merg en been kan gaan. Ja. Die pijn komt ook dat uit in golven van verdriet. Die komen en die gaan als de golven van de zee. Ja. En bij kinderen zie je dat heel sterk afwisselen. Mm-hmm. Kind weent, droogt met zijn twee vuisten, zijn tranen, gaan met zijn legoblokjes spelen. Dan denk ik, dat kind heeft dat niet verstaan dat mama dood is. Mm-hmm. Want dat gaat gewoon spelen. Kind heeft dat wel verstaan. Mm-hmm. Het drinkt, maar dat dringt in zijn hele realiteit nog niet door. Maar kind weet dat wel. Ja. Maar wat doet een kind? Zoals volwassenen zich op hun werk gooien, gooien kinderen zich ook op hun werk. Ja. En spelen is het dagelijks werk van kinderen. Dus... Om die golven van gebrekkige concentratie. Je kan je niet op iets anders concentreren, want dat houdt je te veel bezig. Ja. Extreme moeheid. Verlies overleven is rauw arbeid verrichten. Ja. Je kan daar uitgeput en moe van zijn. Ja. Die pijn komt naar buiten in boosheid, prikkelbaarheid en lastig gedrag. In schuldgevoelens en in schaamtegevoelens. Zowel bij kinderen als bij volwassenen. Het is veel logischer dat je bij kinderen in plaats van verdriet moeilijk en lastig gedrag zult zien. En men denkt dan, allee, we hebben het nu al zo moeilijk en nu is dat kind nog lastig ook. Maar dat is het verdriet van dat kind dat in lastig gedrag naar buiten komt. Pijn komt in boosheid naar buiten. Mm-hmm. Kleine kinderen weten dat heel goed. Hè? Een kind leert lopen, loopt met zijn knie tegen een tafelpoot. Die knie doet pijn. Wat doet een kind? Stoute tafel, stoute tafel. Ja. Die pijn aan die knie komt in boosheid naar buiten. De pijn van het verdriet komt in boosheid naar buiten. Ja. In plaats van te zeggen, je moet je niet kwaad maken, kan men veel beter vertel eens wat je nu zo moeilijk valt. Ja. Ja. Ik kan kinderen ook leren hun boosheid op een gerichte manier uiten. Weet je mag boos zijn. Want dat is de pijn. Je mag boos zijn. Maar je mag iemand anders geen pijn doen. Ja. Ik kan een kind een oude lepel geven om op een matras te kloppen, om al zijn boosheid eruit te kloppen. Het is beter dat
met een houten lepel op een matras slaat, dan op het hoofd van zijn broertje, of met een bal alle ruiten uitschot. Zo leer ik die. Maar je moet, boosheid is een normale reactie. Ja. Schuldgevoelens. Heel normale reactie. Hè? Ja. Ik heb heel wat ouders gezien na dat busongeval in Sierre in Zwitserland. Uh-huh. Bij al die mensen heb ik gehoord. Het is mijn schuld. Die mensen hebben van iedereen gehoord. Je mag je toch niet schuldig voelen. Wat kan je daar nu aan doen dat in Zwitserland een bus op een tunnel rijdt? Uh-huh. Ik zei tegen die mensen, van mij mocht je wel schuldig voelen. Uh-huh. Van mij mocht je wel schuldig voelen. Maar je bent niet schuldig. Ja. Wat je zo voelt, dat is normaal. Schuldgevoelens en met liefde en verantwoordelijkheid te maken. En je moet daarover mogen praten. Als iedereen zegt, je mag je niet schuldig voelen, dan krop je dat op. Ja. Je moet daarover mogen praten, want door ze uit te spreken, komen ze letterlijk naar buiten en raken ervan bevrijd. Mm-hmm. Opgekropte schuldgevoelens zijn levensgevaarlijk. Mm-hmm. Eén frappant voorbeeld. Ja. In de Ardennen heeft een jongetje van 6 jaar een huis in brand gestoken. En in die brand zijn 2 kinderen verkoold achtergebleven. Ja. Toen de politie dat jongetje van 6 aansprak, was de eerste zin dat kind zei, en ik heb 1 jaar geleden papa ook al dood gedaan. De papa van dat kind was 1 jaar tevoren aan kanker gestorven. En dat kind zat al 1 jaar met schuldgevoelens. Ja. Het is mijn schuld dat papa is doodgegaan. Ja. En die schuldgevoelens hebben hier van binnen zitten koken en kolken. Het is ontploft in het brandsteken van een huis waar 2 kinderen het leven hebben verloren. Ja. Ja. Dus kinderen voelen zich ook verantwoordelijk voor hun ouders. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor dat zusje dat sterft. En kinderen moeten te horen krijgen, je mag je schuldig voelen, maar je bent niet schuldig. Ja. Ja. Toen Ronald Janssens voor de rechtbank stond in Tongeren, wegens de moord op Annick van Uitsel en Sjane en Kevin Appeltans, heeft geen enkele advocaat bij die moordenaar schuldgevoelens gezien. Zij wilden hem de nek kunnen omwringen. Dat hem geen enkel moment schuldgevoelens heeft laten zien. Ja. Die man kon dat niet, want hij kan geen liefde geven en voelde zich niet verantwoordelijk. Maar de ouders van Annick zaten kapot van de schuldgevoelens in de rechtszaal. Hadden we haar niet met de fiets naar huis laten komen, dan was ze niet ontvoerd, dan was ze niet vermoord. Ja. Ja. Schuldgevoelens zijn dus normale gevoelens van mensen die in staat zijn om liefde te geven en verantwoordelijkheid te dragen. Ja. En dan komt gaan die derde taak. Ik wou net zeggen, we gaan. Zeer goed, En die derde taak is je aanpassen aan de wereld zonder die persoon. Telkens je in situaties komt die je met die persoon kon doen of kon denken, sta je voor de opdracht je aan te passen aan de wereld zonder die persoon. En dat betekent voor kinderen, als mama sterft, als een kind 2 jaar oud is, kan een kind daar redelijk vlot overheen zijn als het goede moederlijke zorg van iemand anders krijgt. Mm-hmm. Maar het kind groeit op. En het kind mist mama opnieuw op de dag van de eerste communie. Ja. Op de dag van de plechtige communie. Mm-hmm. Op de dag dat het 18 jaar wordt. De dag dat ze haar eerste menstruaties krijgt. De dag van haar huwelijk. Dat komt op kruispunten in het leven. Ja. Komt dat telkens weer terug. Ja. En kinderen hebben een nieuwe uitleg nodig. Op elke leeftijd. Telkens weer opnieuw. Ja. Ook als een broertje of zusje sterft. Elke keer dat je opklimt in leeftijd. Mm-hmm. Mis je dat anders en opnieuw. Ja. Een vrouw zei, ik heb in de kraamkliniek uren liggen huilen om mijn zusje die gestorven is toen ik 4 jaar oud was. Op dat moment een kind krijgen, begon zij niet eens te realiseren van wat moet dat voor mijn ouders geweest zijn, een kind van 4 jaar moeten afstaan. Je aanpassen aan de wereld. En men vergeet vaak dat er bij kinderen op die leeftijd terugkomt. En dan zegt men zo, heb je dat nu nog niet verwerkt, zegt men dan. Ja. Het woordje verwerken komt in mijn boek niet meer voor. Hè? Ja. Ik spreek over verlies, overleef je. Ja. Maar niet verwerken. Ja. En hoe kan je helpen bij die derde taak? Door steeds opnieuw te luisteren naar het verhaal
Ja. Want in het verhalen over help je mensen opnieuw op verhaal komen in het leven. Mm-hmm. Maar aan wie kan je na een tijd nog eens je verhaal kwijt? Ja. Ik kan het nog eens vertellen. Ja. Een lerares komt in de leraarskamer en zegt... dat meisje in de klas is heel verdrietig omdat haar opa gestorven is. Ja. En de andere leraar zegt... Zeg, je moet daar geen aandacht aan... Dat is aandacht zoeken. Dat is 3 jaar geleden. Hè. Ja. Maar het is grootoude dag. En kind ziet die andere kinderen... met 2 knuffelende opa's. En heeft geen opa meer. Mm-hmm. En het wordt niet door serieus genomen. De boodschap is eigenlijk van... vertel eens. Ja. Die, mm-hmm. Bij zo'n kind, in plaats van te minimaliseren. Ja. En dan kom je aan die vierde en aan die laatste taak. Ja. En die vierde taak is... opnieuw leren genieten van het leven. Mm-hmm. En herinneringen levendig bewaren. Ja. Opnieuw leren genieten van het leven en herinneringen levendig bewaren. Dat is pas de vierde taak. Mm-hmm. En hoe kan je herinnering levendig bewaren als iedereen de herinnering daaraan doodzwijgt? En pas op, die herinnering kan heel belangrijk zijn. Ik ontmoet een politieagent van 37 jaar. Ik ga elk jaar in de politieschool bij hun afscheid van de school een namiddag geven over wat moet een politieagent weten over verlies en verdriet. Mm-hmm. En een man van 37 jaar komt naar mij toe en hij zegt... mijn papa is gestorven toen ik 2 jaar oud was. Ja. Ik heb hem nauwelijks gekend. Ik ben heel mijn leven vreselijk kwaad geweest op die kerel. Hoe kunt je nu een kind op de wereld zetten... en op 2-jarige leeftijd aan zijn lot overlaten en er niks meer van aantrekken? Die papa is aan kanker gestorven, kon er dus niks aan doen. Ja. Maar het kind is heel zijn leven. En in de school, bij het begin van elk schooljaar, moesten wij een document invullen. Naam en beroep van vader, naam en beroep van moeder. Ik was elke keer kwaad op die leraars en op mijn papa, dat ze mij weer al eens tot de minder van de klas maakten, het enige kind zonder vader. Ja, ja. Al mijn energie in de school is in boosheid gegaan op die vader en op die leerkracht. Als ik toch niks of niemand was, waarvoor moest ik dan mijn best doen op school? Ja. Ik heb me nooit voor die vakken kunnen inzetten. Al mijn energie ging in kwaadheid en in boosheid. Ja. Ik ben politieagent geworden, zegt hij. Vroeger moest hij niet veel voor studeren. Ik ben nooit naar de begraafplaats van mijn vader geweest. Ik heb zelf 4 kinderen. Ja. Als ze iets vroegen over hun grootvader, zei ik... over die kerel, daar wil ik niet over praten. Ja. Tot dit jaar mijn nieuwjaar, zegt hij. Ik zit op de bank naast mijn broer, die 11 jaar ouder is dan ik. En die vertelt mij dat ons vader kort voor hem gestorven is... en bij zich geroepen heeft en zegt... jongen, ik moet je eens iets vragen. Wil jij proberen een beetje een papa te zijn voor onze kleine? Ik had dat ventje zo graag een leven en een toekomst gegeven. Maar ik kan niet meer. Ja. Probeer als het kan een beetje een papa te zijn voor die kleine. En hij zegt, mijn broer heeft mij inderdaad altijd bevaderd. Moeder moest hard werken. Mijn broer maakte mijn boterhammen klaar voor de school 's morgens. Ja. Onder vroeg 's avonds mijn schoolwerk. Besliste naar welke programma's ik op televisie mocht kijken. Hoe laat ik naar mijn bed moest. Ik vind eigenlijk wel goed gedaan. Goed, maar streng. Maar had hij mij toch maar eens 35 jaar vroeger verteld... Mm-hmm. Dat mijn papa zo van mij gehouden heeft, zegt hij. Mijn leven zou er helemaal anders uitzien. Ja. Ik ben sinds ik dat weet al 10 keer naar de begraafplaats van mijn papa gegaan. Ik heb al uren met mijn kinderen over hun grootvader gepraat. Ja. Ik heb mij laten inschrijven in volwassen onderwijs om eindelijk iets met mijn talenten te doen. Niemand heeft eraan gedacht om aan die jongen te zeggen, uw papa heeft u graag gezien. Ja. Ja. En zo simpel kan het zijn, eigenlijk, in het leven. Ja, ja. Oké, dat is een heel mooi verhaal. Dus luisteren naar mensen hun verhaal, kinderen hun verhaal steeds laten doen. Ja. Ophalen van herinneringen. Ik stel voor dat we even naar een filmpje gaan kijken. Dus er zijn een aantal filmpjes die voor de mensen thuis zijn... om kinderen en jongeren te helpen met verlies. En dit... Het filmpje gaat eigenlijk over herinneren en dus een kleine creatieve opdracht. Ik mis mijn papa heel erg, omdat vroeger speelden wij altijd in de gang, zo basketbal, zo poem, 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 poem. Hoe
Hoe kan je op een leuke manier herinneringen ophalen? We gaan een ijsmedaillon maken. En wat heb je daarvoor nodig? Een schaar, pen, wat papier, wat natuurlijk materiaal, wat je in een park vindt. Besjes, blaadjes, takjes, wat je maar mooi vindt. Je hebt wat plakband nodig, creptape of gewoon plakband. Een glas. Dat kan ook een leeg mosterdpotje zijn waar je het etiket van afweekt. Touw. Een kommetje. Freddy. Een schaar had ik al gezegd, denk ik. En wat water. Dat mag ook gewoon kraantjeswater zijn. Neem je pen en je papier. Denk aan iemand die je mist. En schrijf een herinnering op. Het mag ook een wens zijn aan die persoon. Schrijf in elk geval een naam op je papiertje. Dan ga je je papiertje opvouwen. En je rolt dat op, want je papiertje gaat straks in je kommetje moeten passen. Dit zijn eigenlijk post-it papiertjes, maar je kan elk papier gebruiken. Neem je koordje, knip een stuk eraf. Draai dat om je briefje. Leg er een knoopje in en knip het koordje af. Neem je kommetje en vul dat met water tot iets onder de rand. Dus niet helemaal stampend vol. Doe de herinnering in je kommetje. En zorg ervoor dat je draadje goed uit de rand hangt. Voor de zekerheid kan je ook nog een plakkertje nemen en dat zo... Is dat zo zichtbaar? Vastplakken. En dan ga je eigenlijk in je kommetje je blaadjes leggen, je takjes, wat jij verzameld hebt. En als je denkt, dit is het. Het gaat altijd een beetje blijven bewegen. Dan zijn wij klaar voor stap 2. En dit kommetje zet je in de diepvries. En na een nachtje slapen, tada, is je ijsmedaillon klaar. Je kommetje is nu bevroren, je wacht een paar minuten of je spoelt met een beetje warm water het ijs los en... Je ziet het, het is ook heel mooi om een beetje kleur te gebruiken in je medaillon. En dan gaan we nu een mooie plaats zoeken. Vergeet niet je glas onder het ijs te zetten, want het ijs zal gaan druppen. Sommige kinderen noemen dat de tranen van het ijs. Het ijs gaat verdwijnen, maar wat blijft hangen? Dat is de herinnering. En Freddy, gaan wij samen een troostmedaillon maken? Huh? Wat? Of dat echt moet? Nee, Freddy, dat moet niet echt. Ik mis mijn papa, want die leeft in Ethiopië. En dus toen we in Ethiopië waren, toen hebben we mijn verjaardag gevierd aan een zwembad. Maar dat gaat niet meer. De broer van mijn opa is dood. Dat was een heel leuke man. En ja, ik mis hem heel hard. Voilà, een kleine opdracht. Ja. Ja, het gaat een beetje over veranderen voor mij. Hè. Het ijs wordt weer water. Daar kunnen vogels zich in baden. Daar kunnen ze van drinken. Dat kan weer voor de plantjes zijn. Ja. Want rouwen gaat eigenlijk ook heel erg over veranderen. Over veranderen en over herinneren ook. Ja. Hè. En die herinnering gaat mee. En pas op, je brengt dat hier heel mooi symbolisch in beeld. Ja. Maar voor kinderen is dat ook vaak heel concreet. Ik denk aan een jongetje van 5 jaar kwam in een ongeval. Na een ongeval op de spoedgevallendienst terecht, werd daar gereanimeerd en sterft tijdens de reanimatie. Dat was de helft van een tweeling, had een tweelingzusje. Ja. Die ouders, hun kind sterft, die ouders zakken in elkaar, zijn vol verdriet. Maar dat meisje van 5 jaar, die zit daarbij, verstaat nog niet goed wat er gebeurt, en wandelt rond op die spoedgevallendienst en is geboeid door al die blinkende apparaten die ze daar ziet. Een verpleegkundige ziet dat kind daar rondwalen, neemt het kind bij de hand, zet ze aan een tafel, heeft ze een paar blaadjes papier en wat stiften om een tekening te maken voor haar broertje. Ja. 7 jaar later doet dat kind haar plechtige communie en zegt: mama, voor mijn plechtige communiefeest moet je opbellen naar het ziekenhuis, naar de spoedgevaldienst en Chantal uitnodigen. Chantal is de verpleegkundige. Want Chantal heeft toen even
toen mijn broertje gestorven is, even mijn hand vastgehouden en mij een tekening laten maken. Dus 7 jaar later moet Chantal daar zijn. Kinderen kunnen zich zeer veel herinneren. En dat heeft mij ook de boodschap mee van zorg dat kinderen iets hebben om te herinneren. Ja. En ouders die vaak vroegtijdig door ziekte sterven, raad ik aan van maak dozen met herinneringen en briefjes voor je kinderen later. En dat kan heel eenvoudig zijn. Dat hoeft niet veel te kosten. Ik denk aan een kind die zei van, dat is een witte steen. Papa heeft die opgeraapt aan het strand. En ik heb die van papa gekregen. Die staat dan in een doosje naast het bed. Papa is dood, maar die steen staat er. Papa heeft gezegd, dat is de steen van de veiligheid en het vertrouwen. Maar als dat kind papa mist, neemt die steen in de hand en voelt zich heel dicht bij papa. Dat zijn bijvoorbeeld heel concrete, symbolische dingen. Want de herinnering gaat mee door het leven. Ja. En men denkt dan soms van, ja, wanneer is die pijn dan voorbij? Mm-hmm. Ik rijd naar de begrafenis van een collega op het werk. Ja. En ik neem een collega maatschappelijk werker van 58 jaar mee in de auto. Zit heel stil naast mij. Ik zeg, Christa, je bent zo stil vandaag. Ja, ik moet nog een beetje wakker worden. Laat mij maar. We rijden in stilte verder. En ik zie ineens de tranen stromen. Ja. Ik zei, Christa, ik heb toch het gevoel dat er vandaag iets is. Ja. Het is vandaag 56 jaar geleden dat mijn moeder gestorven is. Haar moeder is gestorven toen ze 2 jaar oud was. Ze is in een streng weeshuis in Limburg opgegroeid. Maar we zijn op weg naar de begrafenis van de moeder van een collega. En de tranen stromen. Dit is dus normaal gedrag van normale en evenwichtige mensen. Ja. En belangrijk is dat mensen het ook durven terug te benoemen. Ja. Fabienne was 18 jaar toen haar beide ouders door een spookrijder zijn doodgereden. Ja. En ze trouwde toen ze 34 was. 16 jaar later. Ja. En we kregen een huwelijksaankondiging. Ik zei tegen mijn vrouw, we moeten een dag verlof nemen. We moeten naar Oostende rijden. Naar die trouwmis van Fabienne. Want ze heeft al geen ouders op haar trouwdag. Iedereen die een uitnodiging krijgt, zou daar moeten zijn. Mm-hmm. En als de kerk uitkwam, gaf ik haar een briefomslag af. Ik had daar zoiets in. Ik zeg, Fabienne, je moet het maar eens lezen. Als de drukte voorbij is, als je de tijd hebt. Ja. En ik had daar iets in geschreven van wakker worden de dag van je huwelijk. Geen vader en geen moeder hebben die de dag met je mee kunnen gaan. Ja. Die 2 stoelen in de kerk en in het gemeentehuis, die leeg blijven. En aan tafel geen ouders naast je. Ja. Om mee de vreugde van je huwelijk te vieren. Ja. Dat moet moeilijk zijn. Ja. Ik kreeg een brief terug van op haar huwelijksreis. En ze schreef, maar nu, ik kan niet wachten tot ik terug ben van de reis om u te bedanken voor de brief die je mij hebt gegeven. Ja. Het is het mooiste geschenk dat ik voor mijn huwelijk heb gekregen. Ja. Iedereen heeft die dag zijn uiterste best gedaan, omdat ik aan mijn ouders maar niet zou denken. Mm-hmm. Het moest feest zijn. Ja. En ik durfde er zelf niet over te praten, omdat ik zag hoe iedereen zo zijn best deed. Ik daar maar niet zo aan denken. In die brief heb je precies beschreven wat er heel die dag door me heen is gegaan. Ja. Ja. Ik ga die brief mijn leven lang bewaren. Ja. Als het mooiste geschenk dat ik voor mijn huwelijk heb gekregen. Mm-hmm. Ja. Dus we moeten durven ter sprake brengen. Ja, 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 ja. Ja. Ja, wat ik ook heel mooi vind aan het verhaal is ook iets wat ik nog bij een van de behoeftes lees. Eigenlijk aanwezig blijven. Blijven herinneren, het verdriet blijven toestaan en als volwassenen ook aanwezig blijven voor een kind, voor dat verdriet wat terug gaat blijven komen en daarover kunnen spreken. Ja, zoals u eigenlijk heel mooi en heel empathisch zo'n brief schrijft. Ja, ja. Dat is belangrijk, hè? Ja, ja, ja. Luisteren, empathisch zijn, blijven herinneren. We gaan nog even naar een filmpje kijken. Ja, u wilt nog iets zeggen. Dan gaan Wel, ouders zitten heel vaak met de vraag van... Maar ik wil mijn kind helpen. Ja. En ik wil mijn kind niet verdrietig. Mijn boodschap is, verdriet hoort tot het leven. Ja. Want verdriet heeft te maken... wanneer voel je verdriet? Als er met een dierbaar iemand iets gebeurt. Verdriet en liefde horen bij elkaar. Ja. En dat is ook heel belangrijk om aan kinderen duidelijk te maken. Maar mensen willen... Wat kan je dan doen voor een kind? Mm-hmm. Eigenlijk zouden mensen altijd een sleutelbos op zak moeten hebben. Met 4 sleutels aan. 4 sleutels die deuren openen naar toekomst in verdriet. Ja. Wat zijn die 4 sleutels? De eerste sleutel is luisteren naar de kinderen.
iets waar mijn verdriet vaak niet aan denkt. Ja. Van te luisteren naar die kinderen die daar een meter lager staan. Men is zo met zichzelf bezig, ja. Men vergeet te luisteren. Ja. Tweede sleutel, correcte informatie. Ook iets waar men vaak niet aan denkt. Artsen denken daar compleet niet aan. Van, ja. Die kinderen te informeren als er met ouders of grootouders iets aan de hand is. Correcte informatie. Derde sleutel, ze met warmte en genegenheid omringen. Denk aan de tas chocolademelk van mijn huisarts in mijn kinderjaren. Ja. Wat doe je als je kinderen in een warme sfeer... Ja. Als je een warme sfeer wilt creëren thuis. En de vierde sleutel, herinneringen levendig bewaren. Okay. Dus vier sleutels en die doen alle deuren naar de toekomst voor kinderen open. Prachtig, oké. Okay. Bij die laatste sleutel sluit het laatste filmpje ook heel erg mooi aan. Dat gaat over blijven herinneren. Kunnen wij het laatste filmpje zien? Mijn moeke is gestorven. Vind ik wel jammer. Die is aan kanker gestorven. Ik weet dat altijd als ik daar naartoe ging, dat we dan een snoepje mochten en altijd mogen kijken. En dat vond ik heel leuk. Hoe kan je verbonden blijven met iemand die er niet meer is? We gaan een beeld maken dat blijft bewegen en dat blijft groeien. Wat heb je daarvoor nodig? Een blad kalkeerpapier, een kaars, lucifers, een vetkrijtje of houtskool of een donker kleurpotlood kan ook. Een mooi wijnglas of een ander glas van een potje confituur waar je het etiket afweekt. Je hebt een plant nodig die je kunt stekken en een mesje. Neem je mes en snij een takje, een stekje van je plant. En stop dat in je glas. En dan neem je water en je vult je glas. Het mag natuurlijk ook gewoon kraantjeswater zijn. Na 6 weken of 2 maanden ga je zien dat je stekje worteltjes heeft gekregen en soms zelfs kleine blaadjes. Nu, welke planten kan je goed stekken? Dit is een sierneder. Alle familie van de sierneder zijn heel gemakkelijk te stekken. Pannenkoekenplanten, begonia's, dat zijn allemaal prima stekplantjes. En het volgende wat we nu gaan doen is de tekening. Neem je blad kalkeerpapier in de breedte. Leg het voor je neer en ga 2 hoekjes omvouwen. En dan draai je je tekening om. Je neemt je houtskool of je vetkrijt of je potloodtekening. En degene die je mist, ga je nu tekenen op je blad. Niet zo klein, je hebt je hele blad om te gebruiken. Tussen de vouwen in. De volgende stap is dat je een kaars neemt. Je steekt die aan. Je neemt je stekje, je zet dat ervoor. En dan ga je het portret van degene die je mist hiervoor neerzetten. Het beste beeld krijg je als je het licht uitdoet. Kies een mooi plaatsje voor je portret. En dan kan je daar een ritueeltje van maken. Dus op een vast moment samen naar je portret kijken. 10 minuutjes samen zitten, een herinnering ophalen, een liedje zingen, iets vertellen. En dan op een gezamenlijke, vaste manier je ritueel afsluiten. Bijvoorbeeld het kaarsje uitblazen en een kus blazen naar het portret. Na een tijdje, als dat stekje worteltjes heeft gekregen, dan kan je dat planten in de aarde. En dat zal uitgroeien tot een volwassen plant, die je dan natuurlijk ook weer opnieuw kunt stekken. Water, in een glaasje water, worteltjes komen, blaadjes komen. In de aarde planten groeit weer een volwassen plantje uit. En zo kunnen die herinneringen blijven leven en groeien. We hebben nog 2 extra's. De kussensloop. Teken met een alcoholstift degene die je mist op die kussensloop. En je kan elke avond in slaap vallen bij degene die je mist. Extra 2. De krijttekening. Maak een mooie grote krijttekening van degene die je mist. Ga daarbij liggen en maak een foto. Wat denk je ervan, Freddy? Mooi, hè?
of die een cola mag. Ik mis mijn opa, maar ik heb hem eigenlijk nooit gekend. Maar hij deelde dezelfde passies als mij. Hij schilderde en tekende heel graag. Dus ik zou heel graag met hem tekenen of schilderen. Al deze filmpjes en creatieve opdrachten vind je dus terug op de website. Maar nu, eigenlijk de vier sleutels die je net noemde, heel helder, zijn eigenlijk ook vier sleutels naar troost toe. Ja, ja. En een heel mooi citaat uit je boek, vind ik, wat ook te maken heeft met niet overbeschermen, pijn toelaten, is: je moet geen dam opwerpen tegen pijn en verdriet, maar je moet de bedding creëren waardoor verdriet kan stromen. Is er nog iets wat jij als troost of tips voor troost kan meegeven? Naast alle dingen die je allemaal al hebt gezegd. Ik denk de belangrijkste vorm van troost is voor kinderen, dat kinderen gezien worden in wat ze beleven en in wat ze meemaken. En het is moeilijk om kinderen echt te zien als kinderen lastig zijn en op de zenuwen van volwassen werken. Ja, ja. Maar zich even de vraag stellen: wat zou er nu binnenin dat kind beroeren dat het kind zo lastig is op dit moment? Ja. En heeft vaak te maken met verdriet. En een kind het gevoel geeft, en pas op, je moet niet alles toelaten. Hè? Mm-hmm. Want mensen zeggen dan, kinderen, je mag ook grenzen stellen. Mm-hmm. Maar je moet aan kinderen duidelijk maken, je mag je verdrietig voelen. Ja. En dan ben je soms moeilijk. Laat ons eens kijken wat we daarmee kunnen doen. Ik vind de creatieve dingen die je hier heeft ontzaglijk mooi. Voor een kind is dat soms gewoon die steen van papa vastnemen. Ja. Of op een blaadje iets schrijven waarin het mama het meest mist. Mm-hmm. Of in stilte naar de begraafplaats mogen gaan om daarbij stil te staan. En ook dit is vaak heel erg moeilijk. Een vader ging met zijn dochtertje naar de begraafplaats van mama en dat kind weende. Ze zei: papa, ik wil die mama niet onder die koude steen. Ik wil mijn lachende en mijn warme mama terug. Die vader zei: wat moet je dan doen? Want het is eigenlijk heel eenvoudig. Och, Carmen, ik zou ook zo graag die lachende en die warme mama terug hebben. Ja. Maar we weten allebei dat dat niet kan. Ja. Maar als we naar huis gaan en samen over haar praten en hoe dat wij haar herinneren, dan komt die warmte en die lach van mama een beetje tussen ons. Dan kunnen we aan elkaar geven wat mama zo graag aan ons had gegeven. Ja, prachtig. Ja. Maaike, heb jij nog een troosttip? Want eigenlijk is dat de essentie, je gevoel laten spreken, daar eerlijk over zijn, dat toelaten en dat bespreekbaar maken, daar geen oordeel over hebben. Misschien heb jij ondertussen al iets bedacht. Dank je. Maaike. Ja, ik bedenk me dat de grootste troost voor mij altijd geweest is dat ik ervaar altijd twee vormen van verdriet. Het verdriet van degene, van mijn zoon die er dan niet meer is, dat hij het leven niet meer kan verder leven met ons. En daarnaast het verdriet voor mijzelf dat ik hem zo hard mis. Mm-hmm. En mijn troost is er altijd in dat hij geen verdriet meer heeft. Dat het verdriet eigenlijk bij mij zit en niet bij hem. Ah, ja. Dat heeft mij altijd wel getroost. Oké. Ja. Het pakt ook als ik dat zeg. Dat is wel mooi om zo te denken, inderdaad. Dat het verdriet hem bespaard is gebleven en dat hij... Ja, het verdriet. Dat wij moeten nu voor hem het verdriet dragen. En dat is eigenlijk oké. Dus hoe meer verdrietig ik was, hoe meer ik precies iets betekende voor hem. Dat is de relatie tussen verdriet en liefde. En wat eigenlijk nog een andere troost is voor mij, is zoals dat je zo heel mooi het kunt kaderen en vertellen van hoe het proces van rouw verloopt. Toen ik daar zelf inzicht in kreeg, durfde ik ook rouwen. Omdat ik ergens wist van het zijn fases en er komen andere fases ook. Waardoor ik durfde ook volledig in dat verdriet te gaan. Het gaat vanzelf. Je kunt het eigenlijk alleen maar ondergaan
voor de rest gebeurt het vanuit zichzelf. En je overleeft het, hè? Je overleeft het. Ja. Dat is een mooie afsluiter. Ja. We gaan het boek daar nog even in beeld brengen. Manu, hartelijk dank. Maaike, hartelijk dank. We gaan afsluiten met een kleine troosttekst. Dus in de installatie, een beetje van troost. Mogen mensen ook naar mij toekomen en een tekst vragen, een troosttekst. Ik ga dadelijk onder begeleiding van Damla Aydin de troosttekst lezen voor Jesse en voor Marie. Marie die op reis ging en eigenlijk een heel leven zou gaan beginnen, maar dan in Londen in een hotelkamer heel triest en tragisch alleen stierf. En Jesse die met zijn mama vanuit Frankrijk terug moest komen naar België om afscheid te nemen. Ik wil ook nog even aan de kijkers thuis zeggen dat de volgende streaming gaat zijn met fotografe Lieve Blankaart, die een boek gemaakt heeft, Last Days. Dat gaat over rituelen afscheid nemen in verschillende culturen. Allebei hartelijk dank. Dank je. Die ook. Voor Jesse, voor Alicia, voor Marie. Wij waren in Frankrijk, mama en ik. Ik was 9 en jij was 24 toen je stilletjes vertrok. Een enkele reis, een verre reis. Iedereen was triest, ik was stil. Verdriet is als griep. Het heeft je te pakken voor je het weet. Lieve Marie, ik zie wat jij niet ziet. Zie jij wat ik niet zie? Geef mij 100 witte zakdoeken en 1 sterke zaag. Ik bouw van takken een ronde hut. Ik knoop de zakdoeken aan elkaar tot 1 groot dak. Een witte hut waar mama en ik schuilen. Een kleine koepel waaronder wij huilen. Als er verdriet is. Als er verdriet is. En elke knoop is een verhaal van iemand die was. Elke knoop is een krop in de keel. Een krak in je stem. Een geheime pijn. Een moment uit de tijd. En een traan die wil gaan naar de madeliefjes, de bomen en de mieren in het gras. 'S nachts neem ik mijn zaklamp en ik schijn door mijn dak. Ik schijn 5 keer naar de hemel, zodat je ons ziet. M-A-R-I-E, ons geheime teken, oké? Mijn hut is mijn kleine planeet. Ik tover vallende sterren en ik kruip tegen mijn mama. En mijn mama schuilt bij mij. Zie, Marie, zie. Wij seinen naar jou. Heb je het gevoeld? Wij denken aan jou. Hier in de nacht, in het gras, in de kou. Als je kan, sein eens terug. Gooi een ster op ons dak. Verduister de maan. Schijn een straal op mijn bed. Dan straal ik straks terug. PS, Marie. Zijn er frietjes in de hemel? Of pizza zonder kaas? Heeft God een baard of is hij een verhaal? Spreekt hij Vlaams of een andere taal? Groetjes van Jesse en kussen van mama.